Dank jullie wel dat jullie weer hebben aangeklikt op mijn vlog. Mijn weg van de CrossFit judge naar CrossFit atleet. We staan een paar dagen voor de eerste Tijglen. Aankomende zondag ga ik samen met een aantal anderen ga ik de Tijglen kwalificaties ga ik doen. En uiteindelijk naar mijn doel, hè, dat is zo hoog mogelijk komen bij Lowlands, plek 200-250. Gaan we eerst de Tijglen doen. Leuk toernooi. Ik ga er altijd judgen. De voorgaande keren in Gemert heb ik altijd gejudged. Kwalificatie heb ik één keer vorig jaar meegedaan in CrossFit Almere. Dit keer gaan we het doen in Amsterdam, Vondel Gym. Nou, wat ik vandaag een beetje laat zien, van oké, hoe ga ik richting de kwalificatie? Dus wat ga ik precies doen? Wat heb ik deze week een beetje gedaan? Wat ga ik de komende dagen doen? Het is vandaag donderdag. Hoe ziet dat er een beetje uit? En ik weet, hè, ik heb echt wel een beetje na zitten denken van ja, ga ik dit wel vertellen of niet? Weet je, ik ben geen Nederlandse topper. Ik ben geen Michael Go, Kevin Go en al die andere jongens die hoog eindigen elke keer. Ik ben maar gewoon Richard. Maar ja, goed, ja, fuck it. Weet je, misschien is het leuk, misschien is het niet leuk. Ik laat het gewoon zien. Zoals ik al zei, het is donderdag vandaag. Maandag, dinsdag, woensdag hebben we gewoon normaal schema gedraaid zoals we altijd draaien. En we hebben gisteravond hebben we kwalificaties gehad, de workouts, de 3 workouts. Eerste workout, ik zal ze even laten zien. Dit zijn de workouts. Heel toevallig van de week hebben we een 3RM snatch gedaan. Vanwege mijn schouder, waar ik toch nog wel een beetje last van heb, heb ik dat niet hoger gedaan dan een 70 kilogram. Dus we gaan gewoon even kijken hoe dat gaat. Ik ben nu bij RTM Rotterdam. Kan het zien, ja. Daar heb ik weer afgesproken met mijn coach. Ik heb weer een uurtje personal training, weightlifting. Dus ik denk dat we die hang snatch gaan doornemen. Even kijken hoe het voelt. Even een goede warming up voor mijn schouder pakken. En dan gaan we gewoon even voelen. Ik denk ook dat ik daarna nog eventjes de eerste of de derde workout ga doen. De eerste workout was 28, 18 en 8. Met wall balls. Wat nog meer? De box jumps en pull-ups. Daarna chest bar en daarna muscle-ups. Misschien. Ik ga gewoon even kijken hoe de schouder voelt na een uurtje weightlifting. Voelt hij niet goed, doe ik het lekker niet. Voelt hij wel goed, dan pak ik hem nog even daarna. Voor de rest, deze week is gewoon goed eten. Zoals we eigenlijk de hele periode al bezig zijn. Mijn gewicht is een heel klein stukje constant naar beneden toe gegaan. Rond de kerst eventjes omhoog met oud en nieuw ook. Ja, dat kan ik me wel zo voorstellen. En iedere week is die eigenlijk weer een klein beetje naar beneden toe gegaan. Een halve kilo per week. Zonder dat het ten koste gaat van mijn kracht of zonder dat het ten koste gaat van mijn conditioneel. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Ik zit nu op 95 volgens mij. Dus daar gaan we gewoon een lekkere kant. We blijven gewoon lekker gezond eten, goed eten. Veel slapen. Ik slaap echt heel veel de afgelopen tijd. Gewoon 8 uur per nacht probeer ik minimaal te pakken. En in de middag pak ik altijd nog even een uurtje. Dus dat is wel heel erg lekker. Grote voordeel is... mijn vrouw en kinderen zijn nu op vakantie. Ze zijn skiën. Ik hou niet van skiën, dus ik ga niet op skivakantie. Dus ik heb wat extra tijd om wat dingetjes te doen. En wat extra te slapen. En dat soort dingen. Dus daar geniet ik gewoon even lekker van. Ik vind het heerlijk als ze er weer zijn. Maar nu komt het wel precies even goed uit. Net voor een wedstrijdje natuurlijk. Dus... ik neem jullie lekker mee naar binnen toe. Ik laat jullie even zien wat we precies gaan doen met Meerwijs. En warming upje enzovoort enzovoort. En we zullen even zien of we dadelijk nog de workout gaan doen van de Tijglen. Dus zie je zo binnen. Yep, welkom bij Weightlifting Rotterdam. Een kleine introotje. We hebben de warming up uitgebreid gedaan. Ongeveer 10 tot 15 minuutjes. Eventjes alles lekker losmaken. Ik kan dat niet echt laten zien. Want dan zit je 15 minuten lang naar een heel rustig iets te kijken. Dus mocht er genoeg vraag naar zijn, dan wil ik wel een keertje heel mijn warming-up filmen en die als vlog gebruiken. Eerst even rustig gaan beginnen met 30 kilogram. Eerst met een stang natuurlijk, daarna 30 kilogram. Eventjes een aantal herhalingen. Deden we wat meer als normaal. Normaal gesproken doe ik 2 setjes van 3. Nu doe ik gewoon 4 setjes van 3. En elke keer gaan we een klein beetje omhoog met het gewicht. Dit is alweer 50 kilogram. Lettend op dat mijn lichaam goed naar voren toe komt. Snelle extensie in de heupen en gelijk weer doorgaan. Ik laat er elke keer eentje zien, anders wordt het een beetje saai. En zo gaan we heel rustig gaan we met het gewicht omhoog van 60. Gaan we 70 pakken. En
deze had ik van de week had ik die ook al gedaan. Bij mij op de zaak. En we proberen dadelijk natuurlijk wel eentje nog omhoog te gaan naar de 75. En eens eventjes de 70 afmaken. Yes. Voelde lekker, schouder voelde goed. Nu gaan we de 75. Eerst was al iets minder. Ik moet hem al iets meer pressen vanuit mijn schouders. En daardoor lukte eigenlijk deze niet meer. En laat ik hem lekker vallen. De sessie afgelopen. We hebben de 3RM even doorgenomen. Zoals jullie konden zien, tot 70 ging eigenlijk heel goed. 75 één keer goed gedaan. Daarna ging die ietsje minder. Dus we gaan er gewoon voor de 75. Schoudertje voel ik minimaal. Maar ik laat het lekker gaan voor vandaag. Fabian die heeft net de eerste workout heeft hij gedaan. Van de Tijglen. En dat was binnen de 10 minuutjes. Zo 9:20 volgens mij. Dus dan weet ik ongeveer van dat moet voor mij dan ook wel lukken. Ik ben ietsje langzamer dan Fabian. Want Fabian is conditioneel wat sterker. Mijn wall-balls zijn misschien wel beter. Ik pace hem wat beter. Dus ik denk zo rond die 9 minuten, 9,5 minuten. Dus Robert Daan, dan weten jullie dat. En dat was hem voor vandaag. Eigenlijk heel chill. We gaan vandaag, nu gaan we gelijk naar huis toe. We gaan nog even wat nieuwe kleding kopen. Het wordt even wat groter, zeg maar. Dus even nieuwe kleding kopen. En dan gaan we gewoon weer doorwerken. We proberen nog een half uurtje slaap te pakken vanmiddag. En dan gaan we weer even 2-3 uurtjes werken. En dan zijn we vroeg klaar vanavond en dan vroeg op bed in. Dus dat was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je een beetje leuk vindt. Vind je het leuk om me te volgen? Doe even een duimpje omhoog. Zodat het kanaal wat groter wordt. En als je wil dat Fabian zijn PR gaat halen, moet je ook even een duimpje omhoog. Hoi. Ik ben nog een beetje eigenwijs, maar ik liep even naar binnen toe. Ik dacht, ah, fuck, even een boy muscle op oefenen. Fuck it, zijn niet de mooiste. Maar goed, de beweging, daar gaat het even om. Bij ons kunnen we niet oefenen omdat we geen hoogte hebben. Dus ik dacht, ik probeer hem hier even een paar keer. Voelt goed, schouder voelt goed, dat vind ik het belangrijkste. Als ik het vertrouwen maar heb in die schouder, dan komt alles goed. Zondag gaan we weer vloggen. Ik zie je zondag.